Hallo reviewvrienden, hoe is het met jullie? Met hier is het, met hier. Ik ben een beetje verkouden, snotterig. En ik had gisteren weer een feestje. Maar ik doe mijn best, want ik ben geen kleine jongen. Nou ja, ik ben wel een beetje kleine jongen. Het liefst zou ik gewoon huilend in mijn bed willen liggen met een spientje. Of douchen in de feutushouding, dat kan ook. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft Achmedje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ik doe vrolijk, maar ben het niet. Het natte zweet loopt over mijn rug. Troepvrienden magnetron. Luister, Wouter Witgoed heeft mij een magnetron gegeven, zodat ik ook magnetron maaltijden kan reviewen. Wat stuurt Achmed op? Een broodje frikandel van de Albert Heijn. Een broodje frikandel. Dat kan toch nooit goed gaan uit de magnetron? Want dan is namelijk je broodje ook warm. Of snap ik het nou niet? En een hotdog. Ja, een worst moet warm, een frikandel moet warm, maar een broodje niet. Ik snap het niet. En wat is dit? Dit is van Mora. Een broodje kroket. Uit de microwave. Ik heb een tijdje geleden hier microwave hamburgers gegeten. Dat beviel mij allerminst. Ik denk niet dat dit niet veel beter wordt. Wat voor je. Al heb ik inderdaad gisteren een vrij zware avond gehad qua... Dan is er niets lekkerder dan een beetje vet. Ja, want kijk, dit lichaam is niet gebeeldhouwd op het nuttigen van kaviaar en oesters alleen. Hè? Ik ben ook een man die zich af en toe... ik ga eigenlijk naar een snackbar. Want de gewone snackbar vind ik eigenlijk een beetje geen moer aan. Alleen, geef mij maar een veemelkroketje. Geen enkel probleem. En ik wil ook nog wel eens een keer naar een Mackie chappen. Doe ik ook nog wel, zonder knipperen. Maar deze meuk, ik wist van het bestaan niet af. Dat je dat kan maken in een magnetron, joh. Wie weet, die is hartstikke lekker. Dan ben ik er gelijk aan verslingerd. Ik hoop het niet, want ik probeer af te vallen en niet aan te komen. Nou ja, ik probeer eigenlijk ook niet echt af te vallen als het doorgaat. Dat doet het niet toe. Nou, microwave erbij en proeven. Klaar. Kijk eens, wat een mooie magnetron. Van de kant, Wouters. Hoe gaat dit? Hoe werkt dit? Als ik ga voorlezen wat hierin zit, dan ben ik 1,5 uur bezig met alleen de E-nummers. Maar hoe werkt dit? Magnetron, 750 watt. Wat? Leg het broodje frikandel op een voor de magnetron geschikt bord. In verwarm 60 seconden. Besprenkel met mayo en tomatenketchup. Laat 1 minuut staan. Eenmaal afgekoeld, niet opnieuw verhitten. Ik moet een microwave bestendig bord. Was dat? Ik heb gewoon een oud bord gepakt uit de kast. Weet ik veel of die microwave bestendig is. Dat merk ik wel. Boemershoofd, zeg ik wel maar. Oké, dus. Je pakt. Een broodje. Oh, dit is toch ook rabbig, hé. Moet je nou kijken. Kijk, er zit mayo en ketchup bij. Dat vind ik dan wel weer leuk. Dan doe ik gewoon wat de hotdog erbij. Dat kan toch wel tegelijkertijd of niet? Zie je wel. Ja, mosterd geloof ik. En ketchup. Nou, wat een feest. Oké. Jezus. 60 seconden. En dan dat de hotdog niet ontploft. En die moet ook 60 seconden. Ja, nu wordt het een beetje saai. Maar... Hotdog en een frikandel uit de magnetron. Ja, er gebeurt minder bij reviews met een magnetron. Dat geef ik eerlijk toe.
Maar het geeft wel weer een extra laag dat je iets op kan warmen. Dat geef ik ook eerlijk toe. Wouter Witgoed. Fantastisch witgoed. Ik ken de website niet. Ik denk wouterwitgoed.nl. Kijk eens, misschien wil jij ook een magnetron. Toch reclame maken voor die vent. Ik weet niet of het warm is. Ja, het is wel warm. Kijk, deze er niet gelijk in gooien, wat moet die? 700 seconden. Alleen is één probleem met dat ding van Wouter Witgoed, dat ik niet, dit zie ik niet helemaal goed. Broodje frikandel, het is hier hartstikke vroeg, zit ik een broodje frikandel uit de magnetron te eten. Broodje frikandel eet je met mayonaise. Ja, als je dat zonder mayonaise eet, dan ben je een barbaar. Eet je het met een andere saus, dan ben je ook een barbaar. De hotdog, die eet je een beetje mosterd. Jezus. Zo. Hartstikke leuk. Ik moest hem even laten afkoelen. Maar we hebben al veel tijd. Zijn we al kwijtgeraakt door die magnetron. Komt die. Broodje hotdog. Van de Albert Heijn. Uit de magnetron. Dat broodje. Is niet zo sompig geworden. Als vorige keer met die hamburger. Het is eigenlijk een prima broodje zo. Die worst is ook niet vies. Zelfs de mosterd is niet vies. Nou zo. Ik heb me voorbereid om dit helemaal tot op de bodem af te kraken. Prima hoor. Er begint iets verschrikkelijk te sissen in de microwave. Dat gaat niet goed, denk ik. Maar ik weet ook niet helemaal wat ik moet doen. Oh, dat gaat iets niet helemaal lekker. Oh, broodje frikandel met mayo. Als je kater hebt, is dat het beste wat er is. Ik heb niet echt een grote kater, maar een klein beetje. We gaan het proberen. Kijk, luister, een hotdog, een worstje, komt uit het water. Die komt niet uit de frituur. Dus dat wordt ook niet nagedaan door de microwave. Een frikandel die komt natuurlijk wel uit de frituur. En die ligt nu opeens in die microwave. Dus het zou zomaar kunnen dat niet lekker is. Hoe is dat? Nogmaals, het broodje. Dat is gewoon een goed broodje. En de frikandel. Ja, ik ga even zonder het broodje. Een frikandel is geen gefrituurde frikandel. Wat ik net al zei. Maar hij is niet vies. Maar ik vind hem niet echt dat je... Er ontbreekt wel een beetje een laagje frikandel. Begrijp je wat ik bedoel? Het is meer gewoon een warme lelijke worst. Gaan we naar het broodje kroket. Oh, dat was er aan het sissen. Het zakje is kapot. Ga jij ze van de kant een tijdje? Dit is wel een stevig ontbijt, hoor. Maar goed. De kroket. Kijk. Oh, dit is helemaal uit de hand gelopen. Jezus, wat een hitte. Die gaan niet goed. Oh. Hier, ze hebben hier de saus al opgedaan. Dit broodje is kleddernat geworden. De onderkant is somper. Ja, de kroket, dit wordt niks. Ja, dat kan ik al zien. Dat dit niks is. Zonder het te proeven. Waarom proef je het niet gelijk, Jan? Nou, dan kan ik gelijk richting Beverwijk Brandwondencentrum. Want dit ding is zo'n 500 graden op dit moment. Ik geef de kroketburger van Mora even tijd om bij te komen. Even een lichte... Ja. Even een lichte... Mag even in retraiteren. Mag even in retraiteren. Ja. Ja, ik ga mijn bek niet branden en een broodje kroket, dat zou ze op zich. Goed, lang genoeg geduurd. Kijk, bij die hotdog en bij die frikandel zat de saus erbij. Hier hebben ze er al op gepleurd. Ik geloof er niet in. Maar goed.
één deel van het broodje is als een blok beton. Het is gewoon keihard geworden. Het broodje is niet lekker. De kroket, schijf, die er tussen zit, is niet lekker. Ik proef alleen maar een aardappelzetmelk. En dat ding is somper. Dat moet hard. En zelfs de mosterd of saus, wat voor saus is erop? Ook niet lekker. Niet te vreten. Tijd voor de cijfertjes! En die worden minder slecht dan ik had verwacht. Behalve deze. Die kroketburger van de Mora voor in de microwave is niet te vreten. Broodje is niet goed, saus is niet goed. Kroketschijf is niet goed, is niet te bikken. Dat moet je gewoon niet doen. Stel dat ik honger heb, ja? Stel dat ik honger heb en ze hebben alleen dit, dan zeg ik, dan maar niet. Zo erg. En ik ben wel een aardige vader met bakken pootjes, hè? Maar dit ligt mij te ver. Die krijgt van mij een 3. Het broodje frikandel van Appie de Gappie, voor in de microwave, is niet vies. Broodjes geslaagd, alleen de frikandel is niet natuurlijk helemaal een frikandel, omdat het uit de microwave komt. Maar dit is gewoon geslaagd, ik krijg gewoon een 6. Ja. En de hotdog voor de microwave van Albert Heijn, die is gewoon goed. Broodje goed, worstje goed, sausje goed. Ik krijg gewoon een 7. Ja. Nou jongens, ik ga nu naar het ziekenhuis om me te laten dotteren. Want dit is ontbijt. Dit is een ontbijt voor iemand die elk moment kan doodvallen. En zo voel ik me ook. Wat wil ik wezen. Maar goed, iemand moet die troep proeven voor jullie. Dat je weet wat je moet bestellen of niet. Nou, deze kan totaal niet. Ja, mooi. Nou, bedankt voor het kijken. En tot snel. Dag.